Maar vond je die kritiek terecht? Die we destijds kregen? Ja. Nee, natuurlijk niet. Absoluut niet. Dus in dat opzicht ben ik blij dat we nog steeds het programma gaan maken. Had je nog verwacht dat je hier zou zitten? Nou... Lang getwijfeld? Nee, niet lang getwijfeld, maar het speelde natuurlijk wel voor alles. Maar goed, ik heb het idee dat het allemaal wel goed komt. Denk je niet dat Johan een blad voor zijn mond gaat nemen? Johan neemt nooit een blad voor zijn mond. Ook niet meer nadenken over wat hij zegt? Johan ook niet leuk zijn natuurlijk. Ja, hey, pa. Kijk wie hier is. Ja, ik zie hem staan. Er was toch niet zo wijze rondom het programma deze zomer? Nee, totaal niks joh. We hebben er nergens last van gehad, man. Ja. Heb je er wel weer zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, weet je wat het is? Ik heb voor mezelf, heb ik er wel van de zomer, ben ik er mee bezig geweest. Maar ik heb toen met de Champions League heb ik die knop gewoon omgezet. Ik moet heel eerlijk zeggen, die moet je proberen te bemachtigen. Maar het laatste mailtje van Marco, wat ik kreeg, dat was 2:50 s'nachts. En toen had Johan de volgende ochtend een gesprek met de Mol. En dat was echt een heel... Ik moet zeggen, hij doet veel mailtjes, maar deze was echt imponerend. Wat hij allemaal zei over het programma en hoe hij er tegenaan keek. En de Arie Boomsma's en alles erop en eraan. Had hij hele, was een hele lange mail. En toen had hij PS... als jullie nou nog moeilijk doen, stuur ik morgen nog een langere. Had hij het... Drukke zomer gehad? Ik heb een hele drukke zomer gehad, Nicky, inderdaad. Ja. Heb je er zelf al aan getwijfeld? Of je nog ging zitten? Nee, uiteindelijk zou ik het jammer hebben gevonden. Ook gelet op alle kritiek die we hadden gekregen. Om er dan naartoe te geven. En vond je die kritiek terecht? Die we destijds kregen? Ja. Nee, tuurlijk niet. Absoluut niet. Dus in dat opzicht ben ik blij dat we nog steeds het programma gaan maken.